Ik heb ook wel eens mijn lippen laten doen en die waren eigenlijk gewoon hartstikke mooi. Het is helaas een nieuwe norm, maar ik ben het er niet mee eens. Ik ook niet. Sorry. Mijn sociale statusvorming zorgt voor stress. Nou, daar ga ik al niet goed op dat woord. Ik wel een beetje hoor, maar dat komt dan toch denk ik door mijn werk, hè? Social media. Ja. Mijn sociale statusvorming zorgt voor stress. Ja. Veel S, hè? Ja. Twee slissers. Ja, vertel. Dat zou betekenen dat je met status bezig bent. Ben je daarmee bezig? Nee, niet altijd. In het begin heeft dat wel voor stress gezorgd. Want ik dacht dus dat hoe meer volgers ik krijg, hoe groter mijn audience wordt, hoe belangrijker ik word gevonden. Maar ik ben altijd wel mezelf geweest, maar ik heb wel stress gehad van moet ik dit gaan veranderen om meer volgers te krijgen. Niet gedaan. Ik voelde heel erg de druk dat iedereen op me lette. Ja, bij mij zorgt dat eigenlijk niet echt voor stress, nee. Ik heb wel eens dat ik via Instagram dan ook op een negatieve manier benaderd word door mannen en vrouwen. Ja. Maar om heel eerlijk te zijn trek ik me daar weinig van aan. Nee eens, maar ik denk dat we allebei wel een voorbeeldfunctie hebben. En dat je toch wel bezig mee bent wat voor invloed wij op mensen hebben. Ja. En ik ben altijd wel mee bezig proberen om materialisme niet te promoten. En juist dat het gaat om liefde, connectie en om dat soort dingen. Je lijkt wel een hippie, joh. Ja, ik ben ook een soort moderne hippie. Ja, ben ik ook echt. Gaat om liefde. Altijd beschikbaar. Ja, altijd beschikbaar. Ja, dat snap ik. Goed. Ben jij blij met hoe jij op social media staat? Ja, toch wel. Je ziet ook wel heel veel sportieve actiefoto's en dat is ook echt hoe ik ben. Dus ik laat denk ik wel het meeste zien. Ik kan soms wel jaloers kijken naar bepaalde generaties. Ja. Als ik iets tofs heb meegemaakt, dan is het alweer weg en dan denk ik, oh, dit had wel tof geweest voor social media, of weet je. Maar dan is het alweer weg, dat moment. Dus ik heb natuurlijk veel reality-programma's gedaan en reality is geen reality. Nee. Het is gewoon één nep soortje bij elkaar. Meen je niet? Het is schrik me de tering. Verschrikkelijk. Dus ja. Ik gebruik mijn social media wel om de echte Sony te laten zien. Ben je blij met het beeld dat je van jezelf schetst op social media? Nou, ik ben wel prima, gewoon tevreden. Ja, omdat het je ook geen reet boeit. Nee, inderdaad, misschien is dus dat het wel best. Ik vind bijvoorbeeld samenwerking op mijn eigen pagina, als ik daar zeg maar... Dit is yoghurt. Yoghurt is zuivelvrij en vegan. Drink het. Dat vind ik dus best lastig, want dan ben je niet meer zozeer jezelf. Tenzij je komt achter een product staan, maar je moet altijd een manier vinden om het zo goed mogelijk te presenteren op je social media. Ja. Een beetje naakt op Instagram kan geen kwaad als het maar boven de 18 of 19 is. Dat is wel... Dat vind ik ook. En niet te naakt. Ik bedoel niet dat je een streepje op je tepel moet zetten. Wel gewoon cliché maken, het interessant maken. Ja, vind ik wel. Ja, zijn we daar wel over eens. Ja. Ik ben daar wat terughoudender in. Ik heb ook nog nooit in mijn leven een naaktfoto gestuurd. Nee, ook niet een dikpik? Nee, ook niet. Nee, ik heb het ook nog nooit gedaan. Ik snap ook niet dat je dan denkt dat je daarmee een meisje gaat versieren. Ik heb er nog nooit een vrouw gehoord die zei, ik heb nou een dikpik gekregen. Deze doe ik meteen. Ik ga er nu heen. Nou, kijk je wel graag naar blote vrouwen? Ik durf mijn Instagram af en toe gewoon niet te openen, want ik raak boter, geil en gefrustreerd als ik eventjes zit te scrollen. Ja. Dus ik zeg aan de ene kant ja, naakt op Instagram, maar alleen als je je dus beseft dat daar printscreens van genomen kunnen worden, dat mensen daarop kunnen fappen. Ja. Dat krijg je dan? Cosmetische chirurgie is met recht de nieuwe norm. Nou, ik denk wel dat het een beetje de nieuwe norm is. Want als het ook maar eventjes niet mooi is, dan ga je eigenlijk de hoek om en je hebt een prikje gehaald. En het is tegenwoordig niet meer, oh wat heb je mooie lippen. Het is tegenwoordig, waar heb je je lippen laten doen? Ik heb zelf lippen gedaan. En... Echt? Heb je lippen gedaan? Ja. Tegenwoordig zie je het niet meer zo snel. En ik vind nee, je ziet het zeker niet meer zo snel. Shit! Tegenwoordig zie je heel veel vrouwen die opgespoten lippen hebben, opgespoten borsten, opgespoten kont. Ja, ik vind het te ver gaan. Er komt ook nog die stomme influencers die dan alles maar promoten en doen. In december heb ik mijn neus recht laten zetten. Ik accepteer die keuze helemaal, want ik ben gevallen, ik ben er niet mee geboren en ik vond het gewoon niet fijn. Maar daarnaast, ik heb ook wel eens mijn lippen laten doen. En die waren eigenlijk gewoon hartstikke mooi. Het is helaas een nieuwe norm, maar ik ben het er niet mee eens. Ik ook niet. Sorry. Ik denk ook dat het voor sommige mensen heel mooi kan zijn. Zeker als je bent gepest of je bent onzeker over iets. Maar het fixt niet de problemen die je met jezelf hebt van binnen. Ik heb al gezegd, als ik dat keppeltje op mijn hoofd krijg, dan ga ik echt die haartransplantatie doen. Het is niet meer van deze tijd om financieel afhankelijk te zijn van je partner. Het is niet de vrouw moet koken, de vrouw moet de was doen. Nee, je bent als man zijn, heb je niks aan je poten. Ik heb liefde dat mijn kinderen, als ik die ooit wil, dat ze bij mijn vrouw zijn in plaats van een kinderopvang. Ja, maar waarom zijn ze niet bij jou? Ah, nou, als ik druk ben met werk. Ja, maar die vrouw kan er ook druk zijn. Misschien is die vrouw wel twee keer zo slim. Nee, het ligt eraan of de partner van jou verwacht dat je elke dag het huis schoonmaakt, kookt en voor de kinderen zorgt. Dan kan hij niet verwachten dat je ook nog een fulltime baan kan hebben daarnaast? Nou, mensen kunnen voor kiezen en helemaal prima, maar ik vind het niet meer van deze tijd. Ik vind bijvoorbeeld uit eten met een vrouw, om de romantiek erin te houden, de betalen. Mijn ouders hebben ook altijd gezegd van, weet je, je moet altijd voorstellen om gewoon te betalen. Als een man zeker bij de eerste date de rekening betaalt. Inderdaad, als je 6 keer op rij betaalt, dan vind je het ook wel eens leuk als het voor jou gedaan wordt. Ijdele mannen zijn geen echte mannen. Ben je ijdel? Nou, dat is een rare combinatievraag natuurlijk. Als ik een ja zeg, ben ik een gelul. Gelul! Heel ouderwetse opvatting. Gelul! Dat vind ik ook echt onzin. Maar je wilt er ook gewoon goed uitzien. We hebben ook even onze beste outfit aangetrokken, als dit de broek van mijn moeder. Nee, ik ben wel ijdel. Want ik kijk naar je voeten en denk, oeh, lange nagels, dan knip ik ze wel even dat ik naar het strand ga. Super gay. Doe dat nog een keer? Wat je net deed was echt zo gay, jongen. Dat maakt jou echt helemaal niet minder man eigenlijk. Het was een heel domme grap van mij, mijn excuses daarvoor. Dus omdat jij een gast bent, mag je niet zo doen. Dan noem ik je gelijk gay. Hoe sneu is dat eigenlijk? Ik ben echt een fucking boomer. Bij mezelf lichaamsbeharing, bij haar geschoren. Ja. Zelfbeharing, zij geschoren. 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 Voor mezelf geschoren sowieso. Voor een man vind ik lichaamsbeharing wel mooi. Ik vind het mooi als je het gewoon een beetje trimt. En het moet wel een beetje gelijk zijn. Geschoren. 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 Ja, ik ook vrouw. Ik hou wel van een vrouw geschoren is. Ja, maar hoeft niet helemaal. Ik vond in het begin... Oh, nee, mag ik niet te veel praten. Nee, geschoren. Geschoren. Allemaal geschoren. Dat was hem, Chris. Dat was hem weer. Zeg jij even dat ze abonneren op de Pleuris kanaal? Ja, lieve mensen, vonden jullie dit nou een leuk gesprek en willen jullie meer van ons zien? Vergeet niet te abonneren, duimpjes omhoog. En laat even een comment achter. Yes. Cheers.